Nee, zo erg als nu het geval is, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is echt een gigantische puinhoop. En eerst dachten we dat het een eenmalig iets was, maar we maakten de boel schoon en de volgende dag staat alles er weer onder. Dus ik denk, dit is heel bijzonder. Auto's in Wezep staan buiten niet meer veilig. In Wezep heerst al 10 dagen een spreeuwenplaag. En vooral de autodealers hebben er erg last van. De spreeuwen poepen alles onder en schoonmaken, dat heeft geen zin. Want de volgende ochtend hebben de spreeuwen hun grote boodschap alweer gedaan. Bewoners worden gewaarschuwd voor rondvliegend spreeuwenpoep. Ja, als ik zo naar buiten kijk, ik zie er geen één. Waar zijn ze? Ja, ik zie ze ook niet vliegen, dus ze doen het stiekem, denk ik. Of 's nachts, ik weet niet wanneer ze hun behoefte doen. Maar je ziet het niet gebeuren. Maar je denkt wel, hoe is het mogelijk? Maar het gebeurt wel. Heeft u al extra schoonmakers aangenomen? Nee, we proberen het zelf te doen, maar momenteel helpt het helemaal niet. Dus we laten het nu even een paar dagen zitten, totdat vlak voor de Pasen. Dan gaan we ze in verband met de Paasshow weer extra schoonmaken. Want als we het nu doen, dan kunnen we het voor de Pasen nog een keer doen. En dat kost gewoon veel te veel tijd. Er wordt wel eens gezegd van je moet het snel eraf halen, want anders kan het schadelijk zijn. Ja, dat is inderdaad altijd een dilemma. Eigenlijk moet het er elke dag zo snel mogelijk weer af. Maar met een paar dagen gaat het wel goed. Maar als je het een paar weken zou laten zitten, dan krijg je echt een forse schade aan je lak. En dan helpt wassen niet meer. En dan zul je het delen moeten gaan overspuiten. En dan is dat dan niet te overzien. En is de poep lastig af te halen? Nee, het valt me erg mee. Als het er nu een dag of 2 dagen op zit, je zet de hoge druk erop en het verdwijnt vrij gemakkelijk. Ja. Heeft u al reacties van de klanten gehad? Nou, sommigen zeggen wel eens wat een bende. Alleen komen ze hier de buurt, dan weten ze dat ze het zelf ook hebben. Gisteren was iemand die zei, ik zeg, je mag je auto ook wel eens schoonmaken. Die was zo verschrikkelijk ondergepoept. Hij zei, dat heb ik net gisteren gedaan. Hij zegt, ik weet het even niet meer. Mijn kleinzoon heeft het net gedaan. Die gaat het nu weer opnieuw doen. Ik zeg, ja, je moet niet te lang laten zitten.